Iedere oorlog komt met slachtoffers en vaak zijn het kinderen die de hoogste prijs betalen. Hier in Libanon is er nu een staakt het vuren. De doden zijn begraven en de balans kan worden opgemaakt. Maar voor sommige kinderen is de oorlog nog lang niet voorbij. Ze dragen de littekens van het conflict een heel leven lang. Letterlijk. De kleine Ivana is 2 jaar oud en ze is eindelijk weer thuis. Al is van het huis weinig meer over. Dat zijn maar details als je dochter zware brandwonden heeft. Ik had de box en ik zag je حالك واقعة, شفت ولادك, شفت فشفتهم بهذه الحالة كانت صعبة مش سهلة يعني. Een Israëlische raket raakte het huis aan de overkant. Er zou een militair voertuig hebben gestaan. Ivana raakte in de brand die volgde zwaar gewond en haar vader Mohammed probeerde wanhopig haar leven te redden. كل المستشفيات عم يقولنا مقفلة وين بدي خدها؟ أو بتموت فوق لأنه حكمتهم هلي هالقد حكمتهم قدراتهم هالقد أو كمان نحل يعني صار إنه زبط شيء. Wat er is gelukt is dat Ivana uiteindelijk hier is beland, in Beirut, in het enige brandwondencentrum van Libanon. It gave us more work to do and more complicated patients because the patients that we were receiving are patients that are burned, so severely burned, and so many of them have trauma, associated trauma. 60 patiënten heeft het personeel hier kunnen behandelen, 60 keer. Ongekend leed. En zelfs de tijd heelt niet alle wonden. Ivana leert er voorzichtig mee te leven. وهلا بعد كمان المعاناه ما خلصت لانه عندها هون اذنها فيها مسكره كلوز هون وبدها تجميل وهون مزروع للجلد بدها ما بيطلع شعر. She's fine. She's coming here for continuous dressings and it was really a big change. Voor nu is de oorlog voorbij, maar het zijn jonge kinderen als Ali en Ivana die de rest van hun leven de littekens met zich mee zullen dragen. Bijna 4000 mensen zijn er in deze oorlog om het leven gekomen, waaronder 248 kinderen. En volgens het ministerie van Volksgezondheid hier in Libanon zijn er nog eens ruim 1400 kinderen zwaar gewond geraakt. En wat daarbij komt kijken, er is hier in het hele land maar één gespecialiseerde kliniek waar kinderen met zware brandwonden behandeld kunnen worden.